Hoe hou ik nu mijn blote voeten buiten beeld? Maar het licht is beter dan gisteren. Dit is het kattenspeeltje. Kijk, heel uitdagend. Gaat er langs de rand dus heel snel. Nou, ik zal van bovenaan. Als Martina het hoort, verwacht ik eigenlijk dat ze wel naar boven komt. Tine, kom eens. De katten vinden dat onweerstaanbaar. Tine, kom eens. En hij doet dus heel plagerig en hij onthoudt ook waar de kat zit. Hij gaat dan aan de overkant zitten. Zitten te bewegen. En als ze hem vasthoudt, dan maakt het ding een soort rapelgeluid. En dan springt ze meteen achteruit. Dus dit is heel gewikst opgezet. Nou, ik ga er wel even ophalen, want... Komt ze er nou al aan? Ik zie er nog niet. Nou, ze is nieuwsgierig en ook wel een beetje ongerust over het geluid. Ik hou er wel even op.